Dit is West in 60 seconden. De supersnelrechter heeft maandag de eerste mannen veroordeeld die zich rond de jaarwisseling hebben misdragen. Een man van 18 kreeg een half jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een auto. Een 28-jarige man kreeg 4 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk, omdat hij zwaar vuurwerk naar agenten had gegooid. Fabian Paagman, eigenaar van boekhandel Paagman in Den Haag, is gisteravond verkozen tot Haagenaar van het jaar. De titel, waaraan een prijs van 1500 euro is verbonden, is een erkenning voor zijn inzet voor de stad. Een invalide vrouw is gisteravond in haar woning aan de Laan van Wateringseveld in Den Haag overvallen. De dader is op de vlucht geslagen. Het is nog niet duidelijk of de overvaller iets heeft buitgemaakt. Ruim 26.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor zwaardere straffen voor doodrijders. De petitie wordt vandaag aangeboden aan staatssecretaris Fred Teven van Justitie. En tot zover West in 60 seconden.